Afgelopen weekend speelde Quick Twinter de thuiswedstrijd tegen EVV uit Echt. In de eerste 15 minuten van de wedstrijd had Quick een licht overwicht, maar vielen er voor beide teams nauwelijks kansen te noteren. De eerste grote kans kwam na een te korte terugspeelbal achterin bij Quick. Gelukkig werd dit niet direct afgestraft. Frank Ulderink stond bij Quick 20 in de basis en zorgde zo nu en dan voor veel dreiging vanaf de rechterkant. Ook hier dribbelde hij fraai door de echte verdediging, maar werd hem de scoringskans ontnomen door een correcte tackle op de bal. Even later kreeg Quick 20 een vrije trap die werd genomen door Jeroen Visser. Hij schoot de bal langs de muur, maar ook in de handen van de keeper van EVV. Quick 20 was in de eerste helft meerdere keren gevaarlijk uit dode spelmomenten. Hier ging een geplaatst schot van Jasper Ewout Snijder van Bremen net over het doel. Een minuut later volgde opnieuw een gevaarlijke corner, maar deze keer ging de bal aan iedereen voorbij. Af en toe liet ook EVV zich zien en kreeg het kansen zoals hier. Keeper Felix van Berkel was echter alert. Even later moest hij opnieuw ingrijpen en kon hij een doelpunt voorkomen met zijn voet. De eerste kans naar rust was ook voor de bezoekers, maar opnieuw had Van Berkel zijn antwoord klaar. Ook in de tweede helft ging de wedstrijd gelijk op, maar was EVV soms heel dicht bij de openingstreffer. Jeroen Visser kreeg even later opnieuw de kans om Quick op voorsprong te zetten, maar achter zijn schot zat niet genoeg snelheid. Quick liet zo nu en dan een mooie combinatie zien en dat leverde in de 56e minuut een vrije trap op. Visser draaide de bal gevaarlijk voor het doel van EVV en Dennis Kimmerink wist deze bal prachtig binnen te koppen. Quick leek de wedstrijd te controleren en kreeg zelfs de kans op de 2-0. Helaas ging de bal net voorlangs. Even later maakte Jelle Leenens een sliding waarbij hij zijn tegenstander Aaron Gielen raakte. Midden door het harde geschreeuw van deze speler gaf de scheidsrechter Teunissen een directe rode kaart. Daar waar echt een gele kaart duidelijk beter op zijn plaats was geweest. Quick wist dat het door deze foute beslissing een lastige slotfase tegemoet ging en al snel lag de bal in het doel. Een fraai schot van Shaquille Simons bracht de stand op 1-1. Met 11 tegen 10 ging EVV nog voor de overwinning en kreeg het nog een paar grote kansen. Uiteindelijk bleef het bij 1-1 en zo staat Quick nog steeds op de 17e plek in de derde divisie B.